Hoe is het, Jean-Paul? Goed. Naar omstandigheden, heel goed. Ik mag hier meetrainen, ik ben gezond, mijn familie is gezond, dus wat ik zeg, goed. Hoe is het zover gekomen dat jij clubloos bent? Ik heb mijn contract opgezegd bij Hertha vorig seizoen en toen ging de transfervrije status in. Uiteindelijk van mijn kant naar andere clubs niet genoeg geweest, van clubs naar mij toe niet genoeg geweest en dan kom je op dit punt terecht. Ja, ik kan me wel voorstellen dat er genoeg interesse in jou was. Er was inderdaad interesse, wat ik zeg, het moet van beide kanten kloppen en dat was niet altijd het geval. Dan denk ik, een jongen, een kind van de club van Feyenoord, die duikt dan weer op Varkenoord om daarmee te gaan trainen. Maar je bent nu bij Sparta. Hoe is dat zo gekomen? Feyenoord heb ik vorig jaar al gedaan. Ik wilde er ook geen routine van maken, dus ik heb het überhaupt niet eens geprobeerd. Hoe de club daarin stond, weet ik ook niet. Sparta is via ben ik uiteindelijk daarmee in contact gekomen. Ik heb heel veel voor mezelf getraind. Ook bij Tifa Sports, waar ik me heel lang echt op topniveau heb kunnen verbeteren ook, want het is niet dat ik zonder club stilsta, dat heb ik zeker niet gedaan, dus daar heb ik me ook heel goed kunnen verbeteren. En, maar in groepsverband trainde ik daar natuurlijk niet en daar is Sparta gaf me die ruimte om dat wel te doen. Die vonden zelf ook met een beetje kwaliteit en wat ervaring die ik met mezelf meebreng, kan het überhaupt op een vrij jong team dat ze zelf hebben, kan het ook een positieve werking hebben. Dus van beide kanten was het positief. Is het voor jou nog gek om als Feyenoorder naar het kasteel te rijden om hier bij Sparta aan de slag te gaan? Uiteindelijk Feyenoord, ik ben vooral de weg naar Rotterdam-Zuid gewend, maar ook hier reed ik vaak genoeg langs en ik ben niet te ver vandaan zelf opgegroeid, dus het is geen onbekend terrein voor mij. We weten natuurlijk allemaal hoe het gaat met spelers die dan meetrainen, die clubloos zijn bij clubs en of ze dan een contract af willen dwingen of niet. Speelt dat in jouw hoofd? Wil jij een contract afdwingen bij Sparta? Zoals we het van beide kanten nu hebben besproken, is het dat ik hier uitsluitend mijn conditie op peil kan houden. Dat is nu de status. Maar ik kan me voorstellen dat Sparta best wel dun bezet aan de flanken. Ze missen ook hun beste flankspeler. Dat het voor beide partijen een interessante optie kan zijn. Nee, ik ben eigenlijk sinds 5 jaar lang heb ik geen wedstrijd meer op de flank gespeeld. Dus op dit moment moet je me vooral zien als een middenvelder. En wat ik zeg, we hebben natuurlijk al met elkaar gesproken. En het was inderdaad gewoon puur uitsluitend conditie op peil houden. En in groepsverband van mij weer een stap zetten. Waar droom jij nog van, carrière technisch gezien? We spraken jou een jaar geleden voor het laatst. Toen zei je, ik droom nog van de Premier League. Bestaat die droom nog steeds? Ja, dromen, de meeste dromen zijn bedrog, zegt, is wel eens gezegd. Maar nee, mijn carrière is nog volop aan de gang eigenlijk, ondanks dat ik op dit moment geen club heb. En totdat ik mijn schoen aan de wilgen. Aan de wilgen heb gehangen, inderdaad. Dan leeft die droom bij mij zeker nog steeds. Ruim een jaar geleden stond jouw leven natuurlijk totaal in een heel ander teken dan voetbal. Heeft dat jou nog gevormd op een bepaalde manier? Sta je daarom nu ook anders in je voetbalcarrière bijvoorbeeld? Ja, het was even een shock. Maar ik moet zeggen dat het woord ook heel veel lading met zich meebrengt. Het was best vertekenend gezien de situatie waar, of het stadium waarin bij mij werd ontdekt, zeg maar. En de ernst van de ziekte zelf. Dus het was eventjes schrikken, vooral voor de mensen om me heen. Maar ik was ook heel snel weer, daarna kon ik gewoon weer bij de groep aansluiten, et cetera. Dus ik ben er heel goed vanaf gekomen. En verder, het zet je toch weer even meer. Dat je altijd wel zegt van, hey, ik ben gezond, daar ben ik blij mee en daar ben ik heel dankbaar voor. Maar op die momenten, als je zoiets hebt gehad, is het natuurlijk, staat het nog hoger op je prioriteitenlijst, zeg maar, het gezond zijn. En, maar wat ik zeg, ik ben het en verder daarna helemaal nooit meer last van gehad. Nee, ik kan me ook voorstellen dat een clubloze tijd, dat best wel relatief is allemaal dan. Dat je denkt van, ja, ik ben clubloos en daar zou ik vroeger misschien veel meer van balen, maar nu ben ik me veel meer bewust van het feit dat ik gewoon kerngezond ben. Veel meer van balen wil ik niet zeggen, want je wil gewoon aan de slag en je mist het voetbal heel erg. Op zulke momenten is het misschien dat je nog erger te weten komt hoe erg je eigenlijk van het spelletje houdt. En daarom ben ik extra blij dat ik nu vandaag eindelijk ook mijn eerste trainingssessie met het team heb mogen afsluiten. Hoe lang denk je nodig te hebben hier voordat je helemaal wedstrijdfit bent? Voor wedstrijdfitheid heb je natuurlijk sowieso wedstrijdritme nodig. En wedstrijdritme komt hier pas op het moment dat hier ooit een contract getekend zou worden. Dus ja, wedstrijdfit weet ik niet. Ik was fit genoeg om te trainen vandaag en dat ging gewoon goed. En daar wil ik me nu gewoon lekker op een lekker niveautje fysiek gewoon weer even een paar stapjes maken. En wie weet wat de toekomst brengt. Ik kan me voorstellen dat je niet bij voorbaat al de deur sluit, toch? Voor een eventueel contract bij Sparta. Wat ik zeg, ja, het zijn voor mij ook geen dingen die ik ga plannen of waar ik. Situaties zullen zich gewoon voordoen op een bepaald moment. En dan zal ik met die situaties dealen, zoals ik het ook met mijn transfervrije status heb gedaan. En zoals ik bijvoorbeeld ook met de ziekte heb gedaan.